Niemand anders dan hij kon Rotterdam laten herrijzen na het bombardement van mei 1940. Daar was iedereen het over eens. Al bijna 20 jaar werkte hij aan deze stad. En het nieuwe Rotterdam zat in zijn hoofd. Toch is zijn naam voor altijd verbonden met het wederopbouwplan dat niet werd uitgevoerd. W.G. Witteveen. Dit is Rotterdammers van Formaat. Op 14 mei 1940 werd de binnenstad van Rotterdam in 10 minuten weggevaagd. Ongeveer 800 mensen kwamen om. Ruim 80.000 Rotterdammers raakten dakloos. Rotterdam werd een stad zonder hart. Maar die gebombardeerde stad was voor één man een grote uitdaging. Hij kreeg daardoor de opdracht van zijn leven. Maar wie kent deze stadsarchitect nog? En wat kwam er van zijn grootste plannen terecht? Kent u deze meneer die hier op deze foto zit? Weet u wie dat is? Nee, dat weet ik niet. Ik kijk heel lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Het is in de Tweede Wereldoorlog. Wie is dat? Nee, dat is juist de vraag. Nee, precies, dat is de vraag. Hij lijkt op moeilijk, maar hij leest het niet. Hij lijkt op wie, zegt u? Moelis. Als ik u zeg Witteveen, aan wie denkt u dan? Nee, ken ik ook niet. Nee. Ah, dat is die stadsarchitect geweest na de bevrijding. Ja. Fantastisch, je bent de eerste die het goed heeft. Willem Gerrit Witteveen. Hij werd op 1 maart 1891 in Deventer geboren. Als zoon van een aannemer toonde hij al op jonge leeftijd interesse in bouwkunde. En dus ging hij uiteindelijk naar Delft, waar hij civiele techniek ging studeren. Hij leerde daar hoe je bruggen moest bouwen en havens en spoorwegen moest aanleggen. Een zeer technische studie dus. Maar Witteveen interesseerde zich ook voor architectuur en kunst. Hij wilde niet alleen praktisch bezig zijn, maar ook mooie dingen ontwerpen. Hij wilde samenhang in bouwprojecten aanbrengen. Hi hoor. Geheel in lijn met de tijdgeest, zegt Noor Mens. Zij schreef enkele jaren geleden een omvangrijke studie over Witteveen en zijn periode in Rotterdam. Witteveen is altijd ook bezig geweest met kunst en met architectuur. Maar ook, het was zeker voor de jaren 20, 30 was het ook wel iets van, het was ook echt wel iets van de tijd. En ook om de stad, ook als kunstwerk, te zien. En er komt in die periode ook meer aandacht voor vanuit de architectuur. Voor de stad moest ook esthetisch zijn. Na zijn studie trad Witteveen in dienst bij de Staatsspoorwegen. Een van de spoorwegmaatschappijen die later opgingen in de NS. Als ingenieur bij het spoor ontwierp hij in eerste instantie zijn huisjes en stationsgebouwen. Maar al snel werd zijn talent en kennis ontdekt en mocht hij zich buigen over grote en serieuze spoorwegvraagstukken. En zo kwam hij naar Rotterdam, want het was hier één grote chaos met het spoor. Stations die her en der waren verspreid en spoorlijnen die dwars door woonwijken liepen. Er was geen centraal station. Als je uit Utrecht kwam met de trein en je wilde doorreizen naar Amsterdam,
dan moest je van het Maasstation, wat dus echt aan de Maas lag, moest je lopen naar het Beursstation om daar de trein verder te pakken. Dus met al je koffers en noem maar op. Dus er moest eigenlijk een centraal station was echt wel van belang. De binnenstad was begin 20e eeuw namelijk niet berekend op de bevolkingsgroei en de toename van het verkeer. In het oude centrum, de Stadsdriehoek, trof je nog veel middeleeuwse steegjes en watertjes, terwijl het steeds drukker werd op straat. Naast paard en wagen, handkarren, fietsen en trams verschenen er nu ook auto's en bussen in het straatbeeld. Er was in Rotterdam grote behoefte aan een stedenbouwkundige die de coördinatie op zich zou nemen voor al die infrastructurele werken die onder de dienst gemeentewerken vielen. De directeur van de dienst, de heer Burgdorfer, kende wel iemand die dat zou kunnen. Hij had vaak met de jongeman samengewerkt als het om het Rotterdamse spoorwegvraagstuk ging. In juni 1924 trad Willem Gerrit Witteveen in dienst bij de gemeente Rotterdam als hoofd van afdeling 3. Zijn iets jongere studiegenoot NNS-collega Ad van der Steur werd zijn rechterhand en plaatsvervanger. Samen werden ze verantwoordelijk voor het ontwerpen van nieuwe publieke gebouwen en het algemeen uitbreidingsplan. En dat was een ambitieus plan. Voor Witteveen moest dat het geraamte worden van de wereldstad Rotterdam. Een Parijs aan de Maas. Rotterdam moest wel in zijn ogen een metropool worden. Hij had dan steden als Hamburg of Berlijn, Londen. Dat soort steden, of Parijs inderdaad, had hij wel voor ogen. Of als bepaalde aspecten daarvan. In zijn plan, waar hij vanaf begin af aan werkte, dat algemeen uitbreidingsplan. Het was ook een soort annexatieplan. Dus alle omringende gemeentes zouden geannexeerd worden. Dus het zou een veel grotere stad worden. Die annexatieplannen bleken al snel te ambitieus. Stadjes als Schiedam en Vlaardingen zagen het namelijk helemaal niet zitten om door Rotterdam opgeslokt te worden. Een echte metropool, een wereldstad die zich kon meten met een Londen of Parijs, dat zat er dus niet in. Maar Witteveen ging verder om Rotterdam te moderniseren en de stad gereed te maken voor de nieuwe tijd. Nou, wat heel belangrijk was aan de plannen van Witteveen was dat hij zag de stad echt als één geheel. En daarbij was de infrastructuur, de wegen, de spoorwegen, dat zag hij wel als drager van het plan. Daarnaast was voor hem heel belangrijk de groengebieden. Hij wilde eigenlijk een groen dooraderend stadslichaam creëren. Dus groene wegen tot diep in de stad, zodat aangenaam zou zijn voor de bewoners. Zodat je naar buiten kon wandelen, dat je direct als je huis uitging in het groen stond en dan naar buiten toe, dat steeds ruimer werd. Witteveen dacht dus na over de hele stad. In het centrum moest gewerkt kunnen worden, de aanvoer van goederen moest snel en soepel verlopen, in de woonwijken moest het aangenaam wonen zijn. En de stad moest er vooral mooi uitzien. Een deel van de plannen van Witteveen is al voor de oorlog uitgevoerd. Bijvoorbeeld de bouw van deze woonwijk in de toenmalige polder Blijdorp. De wijk Blijdorp is een typische Witteveenwijk. Eén samenhangend esthetisch geheel.
Hij ontwierp de gehele ruimte, maar moeide zich ook met de allerkleinste details. Er zijn overigens nog een paar overblijfselen van Witteveens vooroorlogswerk in Rotterdam te zien. Hij verplaatste bijvoorbeeld de Rotterdamse dierengaarde van het Weena, midden in de stad, ook naar Blijdorp. Het land van Hoboken, tot aan 1927 een privélandgoed, werd door Witteveen omgevormd tot het museumpark met de witte villa's en het door Van der Steur ontworpen Museum Boijmans. Van der Steur ontwierp ook de eerste verkeerstunnel van Nederland, de Maastunnel. Maar het geheel met het idee van de tunneltraverse, het voorbeeld van een moderne, efficiënte verkeersader door de stad, werd door Witteveen uitgewerkt. Met het Hofplein was Witteveen ook zeer druk bezig. Velen hadden al hieraan gesleuteld, maar Witteveen veranderde het in een efficiënt verkeersplein. Dat was bijna voltooid toen Herman Göring op 14 mei 1940 roet in het eten gooide. Waarschijnlijk was Witteveen op 14 mei 1940 in Rotterdam en heeft hij het bombardement van nabij meegemaakt. Ongetwijfeld was hij ontdaan. Jarenlang had hij zich voor die stad en haar bewoners ingezet. Maar tegelijkertijd bood de complete vernietiging van het centrum hem de opdracht van zijn leven. Hij was bij uitstek de man voor de wederopbouw van het nieuwe Rotterdam. Witteveen die kende de stad als zijn broekzak. En er waren natuurlijk, ja, wat dat betreft, zag hij natuurlijk ook wel. En dat, ja, dat het ook wel een paar voordelen, hè, met zich mee kon brengen. Hij had nu natuurlijk wel zoiets van, oké, nu kunnen we dingen wel in één keer misschien verbeteren. En hoewel hij het nooit hardop heeft gezegd, heeft hij het misschien stiekem wel gedacht. Het bombardement was natuurlijk geen godsgeschenk. Daarvoor vielen er te veel slachtoffers, werd er te veel kapitaal vernietigd en werd de ziel uit het hart van de stad getrokken. Maar het bood wel een hoop mogelijkheden. Veel van de obstakels uit het verleden werden in één klap opgeruimd. Witteveen werd aangesteld als dé man die leiding mocht geven aan de wederopbouw. En dat deed hij met ongelooflijk veel kennis en gedrevenheid. Witteveen wist al vrij snel wat hij wilde. Een moderne stad, maar wel met behoud van de oude driehoeksvorm. Hij wilde dat de Rotterdammers in de nieuwe stad nog altijd iets van de oude stad zouden herkennen. Nauwelijks een maand na het bombardement had de toenmalige directeur van de gemeentelijke technische diensten, ingenieur Witteveen, aan de opdracht van het gemeentebestuur voldaan het bouwplan voor een nieuwe binnenstad, schoner en ruimer dan de oude, met al zijn gecompliceerde verkeersproblemen, was gereed. In de maanden daarna werkte hij zijn schetsen voor het eerste plan uit. Rotterdam moest een modern winkel- en zakencentrum krijgen aan de westkant van de Coolsingel. Het aantal woningen in het centrum moest drastisch verminderen. Er moesten vooral woonwijken buiten de stad gebouwd worden. En er kon nu eindelijk een centraal station gerealiseerd worden. Opvallend was dat Witteveen niet alleen aan een stadsplan werkte, maar alles tot in groot detail intekende. De zogenoemde derde dimensie. Hij ontwierp kantoren, gebouwen, huizen, tot aan de gevels toe. Hij was, ja, daar constant mee bezig, maar zat voornamelijk toch wel achter de tekentafel. En
Hij zal ook veel met mensen gepraat hebben, maar hij moest ook zorgen dat toch mensen aan het werk bleven. Ook dat arbeiders in de stad met het puinruimen. Daar maakte hij zich ook hard voor dat mensen gewoon hier konden blijven en niet werden ingezet in de Duitse oorlogsindustrie. Dus hij wilde het zorgen dat het op gang bleef en dat die stad weer opgebouwd werd. En dat was gewoon zijn missie en daar was hij dag en nacht mee bezig. Op 28 oktober 1941 presenteerde Witteveen het eerste concept van zijn wederopbouwplan aan de elite van Rotterdam in aanwezigheid van de Duitse bezetter. Maar het plan werd niet bepaald met gejuich ontvangen. Niet zozeer door de Duitsers, want dan kon het allemaal niet zoveel schelen. Maar vooral het Rotterdamse bedrijfsleven maakte bezwaar. Zij vonden dat het allemaal te langzaam ging. Er had wat hen betreft al lang gebouwd moeten worden. Maar ook de kritiek op het plan zelf nam geleidelijk toe. Vooral Kees van der Leeuw, directeur van de Van Ellenfabriek, vond dat Witteveen zich niet te veel met de architectuur moest bemoeien. Het werd een explosief meningsverschil. Kees van der Leeuw en zijn collega's wilden eigenlijk een soort kleurplaat die ze naar believen konden inkleuren. Aan gedetailleerde geveltjes hadden ze geen enkele behoefte. Maar Witteveen verdedigde zijn plan standvastig. Geruime tijd sudde het conflict voort. Maar de druk werd hem uiteindelijk te veel en hij raakte overspannen. In 1944 werd hij met ziekteverlof gestuurd en werd de opdracht van zijn leven hem ontnomen. Cornelis van Tra, Witteveens plaatsvervanger, nam de leiding over. Onder supervisie van Kees van der Leeuw, die gevolmachtigde van de wederopbouwwet. Het plan werd flexibeler en de derde dimensie werd helemaal losgelaten. De invloed van moderne architecten nam toe. In de wederopbouwpropaganda wordt wel eens de suggestie gewekt alsof er niets van het plan van Witteveen is overgebleven. Dat is absoluut niet waar. Van Tra nam wel degelijk enkele van zijn ideeën over. Zoals bijvoorbeeld verplaatsing van de zeewaterkering van de Hoogstraat naar de Maasboulevard en Witteveens plannen voor een nieuwe spoorweginfrastructuur. Enkele jaren geleden heeft het Historisch Museum Rotterdam besloten om een maquette te maken van de originele ideeën van Witteveen. Dan zie je toch heel duidelijk dat Rotterdam een andere stad is geworden dan Witteveen voor ogen had. Bijvoorbeeld veel meer groen in de stad. Kijk naar deze groene wiggen. En bijvoorbeeld dat opvallende Hofplein. Heel anders dan het moderne verkeersplein. Zou Rotterdam een leukere en mooiere stad geworden zijn wellicht? Dat horen we bezoekers wel eens zeggen als ze naar deze maquette kijken. Witteveen keerde vanaf 1944 Rotterdam min of meer de rug toe. Hij richtte het zeer succesvolle ingenieursbureau Witteveen en Bos op, tot op de dag van vandaag wereldwijd actief. Hij overleed in 1979. De naam Witteveen is nog altijd vooral verbonden met het Rotterdamse wederopbouwplan dat niet werd uitgevoerd. Toch is het de hoogste tijd voor een rehabilitatie. Hij was een groot stedenbouwer en Rotterdammers moeten trots op hem zijn. En had hij achteraf toch niet gelijk? Zou Rotterdam niet veel aantrekkelijker zijn geworden als zijn plan wel was uitgevoerd? We zullen het nooit weten. Maar door erover te speculeren, geven we hem een voorname plaats in de geschiedenis van deze stad. Vooraanstaand, baanbrekend, maar vooral een geruchtmakend schrijfster. Anne Blaman, volgende week in Rotterdammers van Formaat.